Dankjewel en welkom bij een nieuwe video van de Zwemschool Aqua Groningen. Zoals je kan horen, klink ik niet helemaal fit. Dit is gewoon hooikoorts, geen virussen, dus hoef je niet bang te zijn. Het gaat hartstikke goed met mij. Wij gaan het vandaag lekker rustig aandoen. Of rustig, tussen aanhalingstekens. Qua hartslagintensiteit is het lekker laag. Maar je moet wel heel gefocust en geconcentreerd zijn bij de oefeningen van vandaag. Wij gaan namelijk een core stability training doen. Voor deze training, voor de oefeningen, heb je een bank nodig of een stoel of iets waar je in ieder geval stevig op kunt zitten. Ruimte om te staan en om te liggen. Ik zou je er wel voor aanbevelen om een oefeningenmatje te gebruiken of in ieder geval iets van een kleedje, een handdoek, dat het net even wat zachter is voor je knieën. Daarnaast heb je ook een kussen nodig. En een klein gewichtje. En ik gebruik als klein gewichtje vandaag een pakje havermout. Maar je kan natuurlijk ook iets anders pakken. Of als je ongeveer een 500 gram tot een kilo gewichtje dumbbell hebt, kan je natuurlijk ook gebruiken. Of een pak melk of een flesje water. Wat je zelf maar wil en wat je prettig vindt. Ik zou zeggen, we gaan gewoon beginnen. Ik ga even een lekker muziekje aanzetten. En dan beginnen we eerst even met activeren van het lichaam. Je mag net als ik een kleermaker zit komen zitten, maar het hoeft niet. Dan gaan we eens eerst even onze schouders losdraaien. In je handen kan je gewoon op je knieën laten rusten. Je schouders losdraaien. Kun je bij de andere kant draaien. En lekker los worden. Nog een keertje draaien. En met je ene hand over je hoofd heen om je zijkant te gaan rekken. Dan mag je ook gaan inveren. Weer terug, de andere kant. Stil en inveren. En nog een keer. Inveren. Oké, de andere kant. Losse worden. En de laatste. Oké, dan kom je rechtop zitten. Lekker rechtop. Je doet je handen op je knieën. En dan gaan we de cat-cow oefening doen. Dat je een bolle rug gaat maken en een holle rug. Dus bol. En hol. Als je je rug hol maakt, kijk je recht schuin omhoog. En bij de bolle rug kijk je naar beneden richting je navel. En weer hol. En bol. En hol. En hol. Nog één keer. En kom je iets meer op het puntje van je stoel, van je bank zitten. Je voeten lekker recht in de grond. Dus maak je ze even helemaal lang met je armen. Geef ruimte in je, rug. Ga je heen en weer met je armen. Alsof je iets wil pakken. En pak. En pak. En goed. En laat je even los. En los schudden. En dan ga je weer omhoog. Ga je weer pakken. En pak. Oké. Ga je nek nog even gaan draaien als je het gaat doen. En dan gaan we beginnen met de eerste oefening. En de eerste oefening is dat je lekker op het puntje van je zitgelegenheid komt zitten. En je gaat met beide voeten op je voorvoet staan. En dan strek je armen uit. En dan ga je één voet steeds optillen en weer neerzetten. En dan de andere. Optillen, neerzetten. Optillen, neerzetten. Optillen, neerzetten.
Het is hierbij lekker belangrijk, het is erg belangrijk dat je je rug mooi recht houdt. Dat je niet helemaal naar voren gaat leunen bij het optillen, maar niet naar achteren. Dus ga mooi recht op, spanning op je buik maken, trek je navel in en optillen. Steeds om en om. Doe het helemaal niet snel. Werk die spanning op je buik. En til op. Oké. Met je voeten plat neer. Ga je nu op je hak. Hetzelfde verhaal op je hak. Dus til op. Til op. Die armen lekker hoog de lucht in. Die lange rug maken. Spanning op je core houden. En til op. Til op. Goed zo, hou vol. En dan laat je alles even los. Je voeten op de grond. Armen even langs je lichaam laten hangen. Even los schudden. Oké, armen weer omhoog. Maak weer die lange rug. Voeten weer op je voorvoet komen. En dan ga je hele kleine pasjes maken naar voren. Met beide voeten op je voorvoet. Zo ver naar voren als je kan. Verder. Hou die rug mooi recht. Dat je benen helemaal recht en dan op je hak terugkomt. Haal je dit hier heel even vast. Hou die spanning op je core. En dan kom je weer rustig terug. Eerst op je hak. En dan ga je over naar je voorvoet. Kleine pasjes terug. En zet hier. Met je armen even los. Je schouders even rust geven. En dan gaan we nog een keertje. Armen omhoog, lekt in je rug en in je koor. Trek je navel in. Kleine pasjes naar voren. En naar voren. Dat je niet meer kan. En hou vast, spanning op je koor. En kleine pasjes weer terug. Kleine pasjes. Hou die spanning op je navel, op je buik. Mooi je recht terug. En zet terug. En laat alles even los. Gaan we hem nog één keer doen. Armen omhoog. Op je voorvoet komen. En kleine pasjes naar voren. Spanning op je core. Pasjes. En ver als je kan naar voren. En dan hou je hem vast. En weer terug. Kleine pasjes terug. En laat los. Heel goed. Mag je ietsje verder naar achteren komen zitten, dat je nou wat steviger zit. Je handen mag je in je zij doen. Omhoog, dat je zelf prettig vindt. Nu gaan we hele kleine pasjes naar de zijkant toe maken. Met één been, zo ver als je kan. Dan hou je romp, dus je rug en je buik, zo recht mogelijk. En dan ga je weer terug. Kleine pasjes met je been. Andere been. Ja, hou die heup recht. Kleine pasjes. Kus hier aan de kant van links. Naar rechts. En weer terug. Gaan we naar het andere been weer. Kleine pasjes met je tenen tikken naar de zijkant. En weer terug. Hou die mooie achterrug. Een trotse houding aannemen. Dan ga je dit heen en weer terug. Ook niet al te veel kantelen met je heup. Lukt het dan niet om je been verder naar de zijkant te doen? Geeft dat helemaal niks. Het is veel belangrijker dat je die rug recht houdt. En nog een keer naar de andere kant. Oké, elke kant nog één keer. Hou die spanning. Oké. Laatste keer. Hou die spanning. En laat even los. Oké.
laatste oefening die we zittend gaan doen, is dat je met je knie diagonaal je hand gaat tikken op deze manier. Ik vind het belangrijk dat jij een hele rechte rug en spanning op je koor hebt. Dus ik wil niet zien dat je helemaal voorover bent om met je hand je knie te tikken. En ook niet helemaal naar achter gaat. Maar gewoon lekker rechtop gaan zitten. Spanning houden. Je mag het natuurlijk een beetje gaan corrigeren. Zolang je je koorspieren aan het werk zet. Dus lukt het nou niet om met je hand je knie te tikken, geeft het niks. Het is veel belangrijker dat je met je spanning op je buik en op je rugspieren. Gaan we steeds om en om. Je linkerbeen, rechterarm en met je rechterarm, je linkerbeen, precies, om en om. Het is ook helemaal niet snel, het gaat juist onder controle van de oefening. Dus til je been zo ver mogelijk op als je kan en hou daarbij je rug zo recht mogelijk. En naar beneden. Probeer hierbij jezelf eens uit te dagen om je been steeds een beetje hoog te tillen. En kijken of het lukt om je rug recht te houden. Eén keer per kant. En de laatste. Oké. We komen nu naar de liggende oefeningen. Dus pak je oefening een matje erbij. Het kussen. En het gewichtje heb je eerst nog even niet nodig. Dus die kun je eerst aan de kant geschoven worden. Okay. Je gaat op je handen en je knieën zitten. Om je mooie rechte rug te houden, vind je het prettig om nog even die cat en koud te doen. Kan natuurlijk. In het midden van je heup of van je rug. Dan ga je nu één arm optillen, helemaal naar voren uitstrekken. Hou je hem even vast en zet je hem weer rustig terug. Probeer hierbij je schouders mooi recht te houden, mooie rechte rug. Mooie rechte heup, plant dat even weg en weer terug. Een stukje beschrijven. Gaan we nog een keer. Op de rug rustig, hou je spanning, helemaal uitstrekken, hou even vast en weer rustig terug. Trek hierbij ook weer mooi die navel in. Andere arm. Op de rug rustig aan, helemaal uitstrekken, maak je lang in je arm. Hou vast en weer rustig terug. Andere arm nog een keer. Rustig optillen, geleidelijk uitstrekken. Maak je lang, geef lengte. Hou vast en zet rustig terug. Volgende arm. Rustig optillen, geleidelijk naar voren. Strek uit, hou vast, zet terug. Elke hand nog één keer. Rustig optillen, geleidelijk omhoog. Strek heel uit, geef lengte. Voel die lengte in je rug. En weer rustig terug. En de laatste arm, om het zo maar te noemen. Strek uit, hou lengte. En let rustig terug. Ik ga me nu ook met de benen deze beweging doen. Eén been optillen, strek je hem uit. Je hoeft je been niet helemaal uit te strekken. Het gaat me er vooral om dat je dus die heupen recht houdt. Schouders zo recht mogelijk. Niet gaat indraaien. Zoek je balans op. Til één been op. Naar achteren. En die heup recht. Strek uit. En zet rustig terug. Andere been ook. Til op. Strek geleidelijk uit. Hou die heup mooi recht. Niet al te veel indraaien. Hou hem even vast. En zet terug. En je andere been hier.
Til op, hou je rug mooi recht, je heup zo recht mogelijk. Trek je navel in, strek uit, hou vast en zet rustig terug. En die andere been weer. Rustig uitstrekken, ga niet om de snelheid vasthouden. En weer rustig terug, gecontroleerd. Eet, om en om. Til op, strek uit, hou vast en zet rustig terug. Per been nog één keer. Laatste. Zet neer. Oké, gaan we nu combineren. Dan ga je diagonaal, dus gekruist, je arm optillen en je been optillen. Hou hierbij goed je balans. Komt ie. Ik ga beginnen met mijn rechterarm en mijn linkerbeen. Dus tegelijk til ik op. Rustig. Hou die spanning in mijn koor. Strek uit. Hou vast. En zet rustig weer neer. Oké. Andere kant. Tegelijk. Optillen. Uitstrekken. Lang maken. Vasthouden. En terugzetten. Oké. Nog een keer. Andere kant. Optillen. Uitstrekken. Hou die balans. Uitstrekken. Vasthouden. En weer rustig terugzetten. Nog een keer uitstrekken. Heel handig met die bank achter me. Haal je heup recht. En zet rustig terug. Dat je niet helemaal een bolle rug gaat maken, maar gewoon die rug recht gaat houden. Gaan we. Ga ik je handen op je knieën. Ik begin met mijn linkerarm en mijn rechterbeen. Komt ie. Tegelijk optillen. Eerst helemaal uitstrekken. Zo ver als je kan. En dan onder je buik kruisen. En hou die rug recht. En weer uitstrekken. Gaan we direct nog een keer doen met deze kant. Hou uitgestrekt. En kruisen. Hou die rug zo recht mogelijk. Laatste keer helemaal uitstrekken. Maak je lang in je benen en je arm. En kom bij je buik bij elkaar. Goed zo. En zet weer rustig terug. Gaan we naar de andere kant. Voor mij is dat mijn rechterarm en mijn linkerbeen. Strek uit. Hou de spanning. Uitstrekken, 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 uitstrekken. En nu kom bij elkaar. En weer uitstrekken. Maak je lang. Pak de spanning op je koor. En kom weer bij elkaar. Een keertje. En strek uit. En kom nog een keer bij elkaar. En zet rustig terug.
Hey, we hebben nog één oefening. En voor op de grond. Hierbij kom je weer in die platte kniepositie. Vind je hem nou niet uitdagend genoeg, dan kan je hem ook op je handen en op je voeten gaan doen. Dat je een plank hebt. En wat we gaan doen, is dat je zit heel rustig. Je arm gaat optillen en je schouder gaat tikken. Nu maar 5 keer per kant. Zet op. En zet neer. Til 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 op. En zet neer. En even de tap blijven. Ga gewoon door. Dus haal die balans. Mooi recht blijven in je schouders en in je rug. Til op. Zet neer. We doen hem per kant nog 1 keer. En zet neer. Oké. Kom je rustig staan. Vijf staande oefeningen doen. We hebben dat al gedaan zittend op de bank. We gaan nu staan doen. Je strekt je armen uit. Je komt op je voorvoet staan. En haal nu eerst maar eens even die balans. Als je balans gevonden hebt, dan til je 1 been even rustig op. En dan zet je hem weer. En je andere. Je balans, stil rustig op. En zet weer neer. Stil rustig op. En zet weer neer. Je pakt dus hierbij niet alleen de koorspieren, maar ook de stabiliteit van je enkels, van je knieën, van je heup. Eigenlijk gewoon van je hele lichaam. Probeer nu eens je been zet langer van de grond te laten. En het corrigeren van je enkel, dat mag. Dat is juist een goed teken dat je enkel aan het werk gezet wordt. Dat is bij mij ook heel erg het geval. Dat is juist goed. Oké, doe een paar kant nog 1 keer. Laatste. En zet weer neer. Goed zo. En laat even los. Nu wil even op mijn aantekeningenlijstje spieken. En gaan we nu net als zittend ook die knie tikken. Je mag op je volle voet gaan staan. Om jezelf uit te dagen kan je ook weer op je voorvoet gaan staan. Dat ga ik ook gewoon proberen. Dus 1 hand omhoog, andere laag. En dan kom je omhoog met je knie, je hand naar beneden. Probeer te tikken. En weer uitstrekken. Zet neer. Andere kant. Pak je balans. Til je benen rustig op. Heel goed. Andere kant weer. Maak je zo lang. Oké. Andere kant. Hou je balans. Pak je concentratie. Gaat helemaal niet om de snelheid. Omdat je zo stabiel mogelijk blijft staan. Oké, elke kant nog 1 keer. Oké, de laatste.
je balans weer. Til je benen rustig op. Je arm gaat ook rustig naar beneden. Hou die spanning op je core. Trek je navel in. Hou vast, hou vast. En weer rustig los. Arm omhoog, benen naar beneden. En los. En je mag je nu het kussen erbij pakken. Kussen leg je voor je. Ga je met één been op het kussen staan. Ga je volle voet. Mag je als je prettig vindt je handen even in je heup doen, of niet omhoog. En dan ga je gewoon even op één been een tijdje balanceren op dat kussen. Kussen is lekker instabiel. Zoals je misschien nog kan zien, is mijn enkel best wel aan het corrigeren om recht te blijven. Probeer je knie niet overgestrekt te houden. Een lichte buiging in je knie. En mooi recht getrots staan op één been als een flamingo. Oké, dan laat je hem rustig even los op de grond. Andere been, enkel kracht er al van. Pak je balans. Spouw goed weer je navel in. En til je been op. Mooi recht op gaan staan. Lukt heupen gewoon mee kanten zo omhoog op de knie. En pak je balans. In deze kant gaat het bij mij beter. Kijk, ja, vol. Trek die navel in. En weer rustig los. Armen voor elke kant nog één keer doen. Kom weer staan op je eerste been. Neem kom niet om. Niet overgestrekte knie. Til je andere been op. Mooi trots rechtop gaan staan. En span je core weer aan. Omhoog, omhoog, het been omhoog. Oh, als je kan, probeer nu ook eens op je voorvoet te komen staan. Dat je hak een beetje van het kussen optilt. En weer rustig. Andere kant nog een keertje. Dus op je volle voet gaan staan. Span die navel aan. Je lekker rechtop gaan staan. Trotse houding. Knie omhoog, zo hoog als je kan. Hou vast. En dan kom je weer op je voorvoet een klein stukje. Til de hak van het kussen op. Pak je balans. En laat rustig zijn. Oké, en mag je nu je gewichtje erbij gaan pakken? Voor mij is dat mijn pakje houden. Ga je weer op één been staan. Dus dan voor het been wat je net niet als laatste gedaan hebt. Je been gestaan, andere been til je op. En dan ga je onder je been langs het gewichtje overpakken. Cirkels maken. Hou je core mooi op spanning. Je rug recht. Denk aan die knie, niet overgestrekt. En dan blijf je rondjes draaien. De andere kant op. Oké. En zet maar terug. De andere been. Kom je balans. Til je benen mooi rechtop gaan staan. En dan begin je ook met je gewichtje rondjes te draaien. Onder je tilde knie. Navel mooi in. Kun je de andere kant op draaien. Hou je balans. En een rondje. En zet weer rustig terug. Ga je weer op je eerste been staan op je eerste voet. Zet je been op. En dan ga je over je hoofd heen, achter je rug langs. Het pakje pakken. Achterlangs. Overheen. Achterlangs. En overheen. Achterlangs. Overheen.
moeilijker misschien. Overlangs. En achterlangs. Erover. En achter. Hou je balans. Mooie trotse houding houden. En los. Na allerlaatste voor vandaag kom ik je andere been staan. Been weer optillen. Mooie rechte rug. Trek je navel in. En dan gaan we ook hier eroverheen. Eroverheen. En achterlangs. Overheen. En de achterlangs. Denk erom dat die rug mooi rechtop blijft staan. Lengte in je rug creëren. Die navel constant intrekken. En dan gaan we ook de andere kant op draaien. Eroverheen. En de achterlangs. Knie omhoog met je been wat je in de lucht hebt. En nog één rondje. En dan los. Ik ga er lekker bij zitten. Hey, dit was mijn oefeningen video van deze week voor jullie. Ik hoop dat jullie weer lekker gefocust bezig konden met je stabiliteit en je balans. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week wat minder zorgig. Weer terug bij een nieuwe video. Doei doei!